rechtstreeks vanuit de tijdelijke kantine van RKDO. Het sportieve geluid van de Haagse regio. Sportsignaal Radio. We zijn heel druk bezig om telefonisch contact te krijgen met meneer Dick den Hollander, wat niet wil lukken. Maar ik zie daar een meneer zitten met een fotocamera voor zijn neus. Kunt u even hierheen komen, alsjeblieft? Ja, kijk, zo doen we dat. Kom maar hoor. Ja. Ach jee, denkt hij, wat gaat er gebeuren? Nou, gewoon, we gaan wat vragen stellen. Allemaal niet zo heel erg spannend en belangrijk, maar... Kijk, hebben we een microfoon voor je? Ja, ben je mooi mee, hè? Microfoon netjes goed voor je. Ja, goedemiddag. Stel je eens voor, zeg. Goedemiddag. Mijn naam is Sander de Hollander. En ik ben de clubpaparazzi van RKDO. Kijk, de clubpaparazzi van RKDO. Sander de Hollander. Nou, Kees, dat is toch wel een redelijk bekende naam, de Hollander. Ja, dan inderdaad. Bijna Dick, maar het is Sander. Dus, ja, dat is een neef van me. Neef van je? Ja. Zo, nou. Je bent hier de clubpaparazzi, de fotograaf. Ja. Ik heb heel veel foto's zien hangen. Ben je hier op die oude, bewuste oudejaarsavond ook geweest? Nee, ik zat wel hier vlakbij, maar bij mijn zoon oud en nieuw te vieren. Hoorde wel natuurlijk om 12:30, geloof ik, via Twitter, Facebook, allerlei dingen. Maar ik ben er even niet naartoe gegaan. Ik ben zondagochtend om 12:00 was ik hier. En daar schrok ik wel van. Het is hier wel een ellende geweest toen? Het is hier... We dachten zondag van nou, even 2 dagen poetsen en we zijn klaar. Maar toen het vrijgegeven werd door de politie, mochten we echt goed naar binnen met daglicht. Toen was het echt wel een grote ravage. Een drama. Drama, ja. Je bent paparazzi, zeg je. Dus dat houdt in, je maakt foto's, maar ook geschreven tekst, neem ik aan. Bij RKDO hebben we een aantal mensen die de razende reporters zijn van wedstrijdverslagen van RKDO 1. En daar ben ik ook deelnemer van. En ik schrijf ook en fotografeer ook voor Haaglanden voetbal. Dus daar doe je ook nog het een en ander voor? Daar doen we ook het een en het ander voor. Maar alleen voor RKDO of doe je ook andere verenigingen? Op zaterdag hebben we natuurlijk nog een buurgemeenteclub, SV Noderup. Ben ik ook bij de thuiswedstrijden van SV Noderup voor de fotowedstrijden, voor de voetbalfoto's. En als het nodig niet thuis speelt, kan ik ook ingezet worden door Haaglanden voetbal bij andere wedstrijden in de regio. En hier voor RKDO, doe je dat allemaal vrijwillig? Niet geheel vrijwillig. Je wordt gedwongen? Dat niet. Wat dat betreft is het wel vrijwillig, maar ik krijg er wel een vergoeding voor. En, in verband met apparatuur en... En hoe lang doe je dat al? Een jaar of 8, 9 op deze manier intensief. Hoe bedoel je intensief dan? Echte wedstrijdfoto's, actiefoto's van RKDO 1. Alleen van RKDO 1? Of ben je hier de hele dag aanwezig? En... Nee, maar we maken ook ieder jaar een presentatiegids. En dan zorg ik ook tot alle andere leeftijdsklasses. Van klein tot groot. Ook wel wat actiefoto's en evenementen. Foto's beschikbaar zijn voor de presentatiegids. En zo'n presentatiegids die moet natuurlijk gevuld worden, maar ook met heel veel tekst gevuld worden. Doe je dat zelf of heb je een andere mensen voor? De presentatiegids, de tekst schrijven is onder andere ook Dick den Hollander. Daar is een aparte redactie eigenlijk voor, waarvan Dick dan één is. En Henk Hoogweg en de sponsorcommissie coördineert dat dan. En daar schrijf ik geen teksten voor. En straks wordt een nieuwe kantine geopend, in zoverre de opgeknapte kantine natuurlijk. Ga je daar nog iets speciaals voor doen? Ik heb vorige week zondag weer foto's gemaakt van binnen. Ik kom ook op andere momenten natuurlijk wel even langs, niet alleen op wedstrijddagen. En, dan maak ik even foto's van de vorderingen. Van de week was het helemaal leeggehaald, dus de kale vlakte gefotografeerd. Die heb ik trouwens net de fotootjes gegeven. Ja, dat weet ik. Maar mensen die dat willen zien, die benieuwd zijn van joh, wat is er nu gebeurd en wat voor stappen zijn er inmiddels geweest, kunnen ze dat ergens bekijken? Alle foto's in overleg met, we hebben natuurlijk een projectgroep DEO gemaakt. En daarin hebben we afspraken gemaakt over publicaties op de website. En daar vul ik dan mijn foto's tussen. Dus mensen kunnen dat terugvinden op de website? Op de website, ja. Deo of een RKDO? RKDO.nl. Oké. Ja, dan hoorde je, hij zei Deo, hè? Absoluut. Ik heb een vraag. Jij komt ook bij SV Noodorp. Terwijl je toch een man van RKDO bent. Wat vinden ze daarvan? Op een gegeven moment was de voorzitter, die zei, ik was daar ook een paar keer bij wedstrijden. Hij zei, er begint wel een klein beetje een vleugje geel-zwart door mijn bloed te stromen in plaats van rood-wit. Dus ik kom regelmatig. Komt daarom. En, maar dan word je ook met open armen ontvangen. Ja hoor, ja, zeker. Jij komt hier. Jij komt bij SV Noodorp. Ja.
Is vanavond dat, ADO Den Haag. ADO Den Haag. Maar ik wil het even hebben over SV Noodorp en RK Deo. Of Deo. Wat merk jij van de rivaliteit tussen de twee clubs? Ik kan het misschien wel beoordelen. Nou ja, het begint wel wat minder te worden. Maar toen mijn kinderen zelf nog voetbalden. Mijn oudste zoon is 31. Toen die zelf nog voetbalde, was het van op zaterdag van je mag van iedereen verliezen. Als het maar niet van SV Noodorp is. Dat is ondertussen wel iets veranderd. Wat ik begrepen heb, ik weet niet of het al definitief bekendgemaakt is. Spelen we aanstaande dinsdagavond. Thuis hier een oefenwedstrijd tegen SV Noodorp. Vorig jaar hebben we op trainingskamp in Spanje tegen SV Noodorp gespeeld. En dat was wel heel erg gezellig. Wat, wat is verschillende cultuur? Cultuur is, hier is toch wel wat gemoedelijker denk ik bij RKDO. En bij SV Noodorp is toch wel meer prestatie, ook gezien de klasse waar ze natuurlijk in spelen. En is toch ook wel de sponsoractiviteit wat beter georganiseerd bij SV Noodorp dan bij RKDO. Moet wel, want de eerste helft spelers krijgen aardige faciliteiten, lees geld. Ja, klopt. Bij RKDO moeten de leden, de selectiespelers ook gewoon de eigen contributie betalen. Dan heb ik een afsluitende vraag voor je. Viel het mee? Dit interview. Want ik trek je zomaar achter een tafel vandaan. Maar... Als je eenmaal bezig bent met praten, dan gaat het wel. Maar in het begin was het van... Even schrikken. Maar het viel best wel mee. Hè? Ik heb een misschien mijn neef wel aardig vervangen. Dat heb je in mijn ogen heel goed gedaan. We gaan... Sportsignaal Radio. Sportsignaal Radio.